Ik wil je heel graag iets laten horen van Camille Saint-Saëns, Franse componist. Hij heeft een opera geschreven, Samson en Delila, over dit verhaal. En daarin zitten vooral hele mooie stukken waarin Delila met zoete woorden en met hele sensuele melodieën Samson probeert te verleiden. En we gaan vandaag de mooiste uit die opera horen. In ieder geval de melodie, niet de woorden, want het is een pianotrio-bewerking van Bob Zimmerman. En die wordt heel erg verleidelijk voor ons gespeeld door Trio 258.